welkom bij deze nieuwe video. Vandaag een extra leuke video, want vandaag ga ik het hebben over mijn favoriete make-up van het afgelopen jaar. Het is nou het einde van het jaar en dit doe ik elk jaar alsof ik al 20 jaar dit doe. Ik doe dit nou 3 jaar en ik heb het volgens mij allebei de jaren hiervoor ook gedaan. En ik ga me ook gelijk opmaken met alle make-up, dus ik heb nou ook helemaal niks op. Vaak doe ik het dan gewoon over praten en ben ik al opgemaakt, maar ik heb veel feedback gehad over dat mensen het leuker vinden als ik me dan ook gewoon gelijk opmaak. Dus dat ga ik vandaag doen. Ik heb een heleboel make-up gehad, gekocht, getest. Ik had heel veel slechte make-up, ik had heel veel goede make-up. Het is een heleboel. Ik zal ook een aantal laten zien, maar ik kan van alles maar 1 ding opdoen, obvious. Maar als ik er een aantal heb, dan zal ik die ook proberen te laten zien. En ik ben blij dat ik weer een heleboel goede make-up heb gevonden. Ik heb ook al een video gemaakt over alle slechte make-up. Die video staat al op mijn kanaal, dus je kunt die ook al bekijken als je wilt. En ook daar heb ik mij helemaal opgemaakt met alle slechte make-up. Maar ik vind het toch altijd leuker om video's te maken over goede make-up, want dan is mijn humeur ook gelijk beter. Dus ik heb weer een aantal make-upjes verzameld en we gaan ons gewoon vandaag weer opmaken. En ik ga bespreken wat ik allemaal geweldig vind. Dus ben je nu al benieuwd? Vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen. Het enige wat ik al heb gedaan, zoals always, is mijn wenkbrauwen en mijn dagcreme. Ik ga weer vandaag beginnen met de ogen. Een paletje die ik het afgelopen jaar heb getest. By the way, ik ga het hebben over alle make-up die ik het afgelopen jaar heb ontdekt. Dus het is echt puur wat ik heb ontdekt het afgelopen jaar. Dus het is niet per se dat het ook pas het afgelopen jaar uit is gekomen. Maar ik heb het pas dit jaar ontdekt. Een paletje die wel pas dit jaar is gekomen. En ik heb er ook een hele video over gemaakt. Die staat al op mijn kanaal. En dat is de W7 Socialite Palette. Dit paletje is maar 10 euro. En ik was echt in shock. Je kunt die video ook al zien op mijn kanaal. Dit paletje is zo goedkoop en zo erg mooi. Het is een beetje een dupe van een Huda Beauty paletje. En ik vind het echt een geweldige dupe. De kwaliteit is echt goed. Voor maar 10 euro vind ik het echt een geweldig paletje. Dus nogmaals, ik heb er een hele dedicated video over gemaakt. Dus je kunt die al zien op mijn kanaal. Ik had in die video een beetje een roze look gemaakt. En ik wil vandaag dan niet weer zo'n look maken. Dus ik ga vandaag een beetje meer de donkere bruinige kleurtjes gebruiken uit het paletje. Want zo zie je dan ook weer meerdere ooglooks met 1 paletje. Dus hiermee ga ik even een lookje maken. We gaan even inzoomen. Ik ga eerst primen met mijn MAC Soft Ochre Pink Pot. Kijk even alle prachtige kleuren in het paletje. Je hebt dus gewoon normale matte kleuren. Je hebt een paar soort van pressed glanzende kleuren. En je hebt pressed losse glitters. Dus ik vind het echt geweldig dat er in 1 paletje 3 verschillende soorten oogschaduw zitten. Daar hou ik echt van, mensen. Ik ben echt obsessief met dit paletje. Ik vind het zo mooi. Zoals ik al net zei, ik ga vandaag niet per se voor roze, maar ik ga een beetje meer de bruinige kleurtjes gebruiken en zo. Ik ga beginnen met deze matte bruine kleur, die heet Sophisticated. En met mijn grote fluffy kwast breng ik die aan in mijn hele arcadeboog. Zo begin ik echt like bijna elke ooglook. Oh mijn god, mensen, weet je wat ik mij pas nu besef? Is dat de nude kleur hieronder is een cream oogschaduw. Oh mijn god, een beetje als een dikke concealer. Volgens mij had ik dat in de video die helemaal ging over dit paletje ook niet gezien. Want de Huda Beauty paletje heeft dus ook zo in de hoek een cream. En ik had toen volgens mij gezegd dat dit paletje dat niet heeft. Maar dat heeft hij wel. Dit is dus gewoon echt een cream. Wat apart. Ook dat vind ik echt heel leuk. En dit allemaal voor maar 10 euro. Echt belachelijk goedkoop. Dan ga ik in met een iets meer donkere matte kleur. Die heet Classy. Breng ik ook weer gewoon aan met mijn grote fluffy kwast. Ook in mijn arcadeboog. En ik ga vandaag voor een beetje een ronde look. Dus ik ga een beetje zo rond. Ik ga niet heel ver naar buiten toe. Dan pak ik deze beetje donkere paarsbruinachtige kleur. Die heet Polished. En met mijn platte fluffy kwast breng ik die aan in de hoeken. Dus hier in de buitenste hoek een beetje. En dan ook hier in mijn binnenste hoek. Want ik ga vandaag een beetje voor een ronde halo eye. Pak ik weer mijn grote fluffy kwast waar niks meer op zit. En dan blend ik het nog een beetje extra uit bij de randen om het iets meer smooth te maken. Ik vind het allemaal nog iets te licht, iets te soft. Dus ik ga ook nog in met deze matte kleur. Die heet Nouveau Rich of zoiets. Is een beetje een donkere paars. En die breng ik aan op precies dezelfde plek als dat ik net deed. Dus weer zo hier in de hoeken. Er is wel echt veel fallout hier op mijn wang, maar dat maakt mij nooit echt uit. Want ik begin toch altijd eerst met mijn ogen. Dus ik kan het er gewoon straks weer zo vanaf wipen met een doekje.
En dan pak ik deze lichte cream kleur, die heet Refined. En dan ga ik zien of ik hiermee een beetje een halo eye kan creëren. Hij voelt wel echt heel creamy aan en dit breng ik dan aan in het midden. Oh ja, die dekt echt meer dan genoeg. Wauw. Dan pak ik deze prachtige bruine glanzende kleur, die heet About a Town. En die breng ik dan aan hier bij de randen, dus niet er helemaal op, maar alleen zo bij de randen. Want in het midden wil ik een lichtere kleur gaan doen. Dit is echt zo mooi. Die glanzende kleur voelt ook echt super creamy aan. Echt zo apart. Dan ga ik voor goud. En dit is ook een glanzende kleur. En die heet High Society. En die kleur breng ik dan zo een beetje aan hier in het midden. En dan blend ik het in met die andere bruine kleur. En dan pak ik weer een beetje van de donkere matte kleur. En die ga ik dan een beetje zo hier inblenden bij de randen met de glanzende kleuren. Zodat ze gewoon zo mooi in elkaar overgaan. Dan ga ik even met de make-up wipe alle fallout weghalen. Nou mensen, echt, I love this. Ik vind het zo mooi. Oké, dan eyeliner. Ik heb er twee die ik heb ontdekt en wil laten zien. Dat zijn de Benefit pennen. Deze zijn echt geweldig. Je hebt de zwart en bruin. Ze zijn allebei mooi. Ze drogen niet uit. Ik heb ze echt al maandenlang en ze zijn nog gewoon helemaal prima. De punt is ook echt heel mooi. Zoals je kunt zien, het is echt een mooie fijne punt die meebeweegt. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Deze raad ik zeker aan. En die ik ook zeker aanraad is die van Huda Beauty. Je hebt dus hier zo de liquid kant. En je hebt dan zo aan de andere kant de potloodkant. En dat vind ik echt ideaal. Want ik gebruik die ook vaak voor in mijn waterlijn. Dus zodat alles zo mooi zwart wordt. Dus ik vind het ideaal dat je gewoon met één product allebei hebt. En dat vind ik hier ideaal aan. En hij is ook niet heel erg extreem duur. Hij is iets in de 20 euro of zo. Deze ook, by the way. Maar dan heb je geen oogpotlood. Dus ik zou eerder gaan voor die van Huda Beauty. En die ga ik ook nou gebruiken. Voor de mensen die het niet weten. Huda Beauty is gewoon makkelijk te koop bij thebeautyeditor.com. Dat is gewoon een Hollandse website die echt gewoon de echte Huda Beauty heeft. Dat is gewoon de officiële retailer van Huda Beauty, als het zo heet. Dus echt ideaal en deze vind ik echt top. Dus hiermee ga ik even een wing maken. Dan mascara's. Ik heb er dit jaar ook weer een aantal ontdekt. En ze zijn allemaal best recent ontdekt. Ik heb hier de Too Faced Better Than Sex mascara. Ik heb hem wel in het klein. En de Too Faced Damn Girl. Maar die is op, dus die kan ik nog even niet laten zien. Maar allebei die mascara's zijn geweldig. Geven mooi volume, lengte. I love them. Die ik echt net heb ontdekt is de Rituals 3-in-1 mascara. Ik had die gehad in mijn goodie box. En ook weer hiervan heb ik de kleine. Ook die vind ik heel fijn, want die geeft heel veel volume. Heel veel lengte, zonder heel klonterig te worden. En als betaalbare mascara heb ik ontdekt de BA Makeup Scandalous Lashes mascara. Deze is op zich is niet heel goedkoop. Hij is iets van 18 euro of zo. Je hebt hem bij de Easy Paris. En als jij iemand bent die echt houdt van veel volume en een tikkie klonterig, dan vind je die echt geweldig. Ik persoonlijk hou daarvan. Ik wil altijd van die hele dikke volumieuze wimpers met heel veel volume. Volumieuze, dat is niet eens een woord, maar oké. Dus ik hou daar echt van. Dus deze drie, ik raad ze echt allemaal aan. En dan ook nog de Too Faced Damn Girl mascara. Ik ga vandaag voor die van BA Makeup. Echt een top mascara als je echt veel volume wilt, jongens. Ik ga even snel nep wimpers opdoen en dan gaan we verder met het gezicht. Dan gaan we beginnen aan het gezicht. Nou mensen, ik ben voor mijn doen super naturel gegaan met de nep wimpers zoals je kunt zien. Ik hou meestal van die hele heftige wimpers. Maar ik dacht, de look is een beetje soft. Dus ik ga ook voor soft wimpers. Ik heb op Baby Doll wimpers in de stijl 709. Die heb ik nog nooit opgehaald. Maar ik vind ze heel mooi. I like it. Ik ga nu beginnen aan het gezicht. Ik ga beginnen met het primer van mijn gezicht. Een geweldige primer die ook al wel even bestaat. Maar ik heb hem dus afgelopen jaar ontdekt. Is de Too Faced Hangover Primer. Ik heb hem weer in het klein. Ik breng hem aan over mijn hele gezicht. Hij hydrateert mijn huid. Het voelt een beetje als een dagcreme of zo. En hij maakt mijn huid plakkerig. Waardoor mijn make-up er beter op blijft zitten. En hij maakt het ook een klein beetje smooth. Dus ik vind het echt de ideale primer. En hij werkt echt snel in. Ik ben al klaar. Normaal ben ik nu nog aan het insmeren en zo. Maar het is al gewoon zo goed. Dan een foundation. Ik hoef denk ik niet meer te vertellen welke. Al mijn volgers die mijn video's bekijken
Juvia's Place I Am Magic. Deze is geweldig. Hij heet I Am Magic en hij is ook echt magic. Ik heb hem in de kleur 620 vers. Dit is een volledig dekkende matte foundation. En ik heb er nog nooit eentje gehad die zoveel dekt en zo licht aanvoelt op de huid. Ik vind hem echt geweldig. Ik heb hem 18 uur opgehad. Ik heb hem 12 uur opgehad. Hij beweegt niet. Ik vind hem echt top. En je hoeft maar een klein beetje te gebruiken voor echt een grote oppervlakte. Dus ja, mensen, deze is echt helemaal top. Kijk, dat kleine beetje heeft de hele onderkant van mijn gezicht gepakt. Ja, is echt geweldig. Dan concealer. Ik heb er twee die ik wil laten zien. De Elf Concealer. Ik heb die in de kleur Medium Sand. Volledige dekking. Super goedkoop. Heel erg mooi. Hij is wel heftig. Dus als je niet houdt van hele heftige concealers, dan vind je hem niks. Maar als je er wel van houdt, zoals ik, van veel dekking, dan vind je hem echt top. Ook heb ik de Infallible Concealer van L'Oreal. Ik heb hem in de kleur Latte. Deze ook geweldig. Dit is echt een matte concealer. Hij maakt mooie mat. Hij dekt goed. Deze vind ik echt geweldig. Ik heb hem alleen niet vaak gebruikt in video's. Je zult misschien vandaag ook een aantal producten zien waarvan je misschien denkt, hoe is dat jouw favoriet? Als ik hem helemaal niet vaak heb gezien in jouw video's. Dat is dus omdat ik bewust in mijn video's afwissel van make-up. Want ik wil niet in elke video dezelfde make-up producten gebruiken. Want dan wordt dat misschien een beetje saai. Dus ik let er echt op dat ik echt in elke video weer iets anders gebruik. En zo kan men ook zien wat ik allemaal gebruik in plaats van steeds dezelfde paar. Maar deze twee vind ik echt geweldig. Ik ga vandaag voor de, ik denk voor de Infallible. En ze zijn dus echt allebei niet duur. Echt geweldig. Ik vind ook de applicator heel erg fijn. Die is zo groot. Mijn concealer is alleen wel bijna op. Kijk hoe mooi en smooth, mensen. Oh my god, I love this. Dan ga ik ook cream contouren. Dit product is echt geweldig. Dit is de Huda Beauty Stem Tour. En ik heb hem in de kleur medium. En hij is echt top. Door dit product ben ik ook oprecht iets meer gaan cream contouren. Ik was er altijd al wel van. Maar ik deed het niet heel vaak. Omdat het toch een extra stap is die niet per se hoeft. Dus ik deed contouren met een cream. Maar af en toe. Maar sinds ik dit product kocht, was ik weer helemaal back into het cream contouren en ik vind hem echt geweldig. Ik breng gewoon zo een beetje aan. Ik breng niet veel aan, want de kleur is best wel donker, zoals je kunt zien. Ze hebben hem in iets van 4-5 kleuren, maar de kleur hieronder, dat is light, die vond ik weer iets te licht. Dus ja, het was of te donker of te licht. En met een cream contour, je kunt dan toch beter gaan voor iets te donker. Dan blend ik weer in met mijn beauty blender. Dan losse poeder. Ik heb hier de Bio Thule Hydrolon poeder. Deze heb je vast in heel veel video's gezien. Hij is ook al bijna op, zoals je kunt zien. Hij is echt geweldig. Ik had die gehad in PR. En fun fact, ik had die bijna weggedaan. Ik wilde me in een winactie doen, want ik dacht, ik heb al genoeg en ik hoef hem niet, bla bla. Maar iets in mij zei, probeer hem gewoon. Misschien vind je hem wel echt super goed of weer heel slecht, whatever. Toen heb ik hem dus last minute niet meer in de winactie gedaan en hem gewoon gebruikt. En ik was verliefd vanaf dag 1. Deze poeder is 40 euro. Hij is van Bio Thule. Dat is een heel high-end duur skincare merk. En dit is hun enige make-up product. En hij is echt geweldig. Hij is te koop bij Douglas. Er zit normaal zo'n gaas ding in. Alleen die heb ik eruit gehaald. Want ik vind het zo altijd toch iets prettiger om mee te werken. Even de creases weghalen. En dan ga ik hem aanbrengen. Ook de kleur is echt perfect. Niet te licht, niet te geel, niet te donker. Gewoon echt de perfecte kleur. I love it. En hij ruikt super lekker. En hij maakt mijn gezicht helemaal mooi mat. Kijk dit, hier is nog een beetje glans. En hier is het nou echt helemaal mat. Tenminste, als je wilt gaan voor mat, dan is dit echt ideaal voor jou. Qua poedercontour heb ik niks echt ontdekt waarvan ik denk echt, wauw, ik gebruik al vanaf het begin van mijn kanaal mijn NYX paletje. Dit is gewoon nog steeds mijn nummer 1. En ik gebruik altijd deze kleur. Ik heb hem echt al letterlijk vanaf het begin van mijn kanaal. Als je helemaal teruggaat naar video 1. Daar gebruik ik hem al. Dus hij is echt ideaal. En hij is nog steeds niet op. Dus je kunt er heel lang mee doen.
Ik ga ook nog altijd in met een pressed poeder. Ik gebruik mijn Benefit Hello Happy in de kleur 2. Is een hele lichte pressed poeder. Ik gebruikte hiervoor altijd hun Benefit Hello Flawless. Nee, hun Benefit Flawless poeder. Volgens mij heette die zo. Die is gestopt, die is niet meer te koop. En nou heb je deze. Breng ik nog extra aan, zo hier onder mijn ogen. Dan een beetje MAC Fix Plus. Nu ga ik even snel mijn ogen afmaken. Ik gebruik als potloodje mijn Essence potloodje. Die is bruin in de kleur 8. En die breng ik aan in mijn hele onderste waterlijn. En dan ga ik deze kleur mixen met de lichte kleur. Dus de donkerste kleur en de lichtste kleur. En die breng ik aan op mijn onderste wimperkant. En dan pak ik weer die glanzende gouden kleur. Pak ik een heel klein beetje van. Of ja, best wel veel eigenlijk. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoeken. En dan ook nog een heel klein beetje onder mijn wenkbrauwen hier zo. En dan nog een beetje mascara op de onderste wimpers. Voor onder gebruik ik vaak een andere, want die van BA Cosmetics is veel te groot en dik. Dus ik gebruik nu die van Rituals. Zo, dat is dan helemaal klaar. Wat vinden we van de look? Ik vind het echt prachtig. Een nieuwe bronzer die ook pas er net is, een paar maanden als het goed is, is de Benefit Hoola Caramel. Als je houdt van de Hoola bronzer en als je hem toch iets meer warm wilt hebben, dan is dit de bronzer voor jou. Dit is gewoon precies als de Hoola, maar dan gewoon een tikkie warmer. En daar hou ik persoonlijk echt van, want dat maakt dan mij iets meer sun-kissed, iets meer bronziebruin. Dan blush ook. Eentje die ik echt net heb ontdekt. Ik heb die net gehad in PR. En dat is van UNG Cosmetics. Dit is Golden Berry. Deze is prachtig. Normaal ben ik niet echt zo van de glanzende blushes. Maar deze is echt prachtig. Ook de kleur is zo mooi donker, warm. Ik vind hem echt geweldig. Kijk even hoe mooi. Hij is zo warm. Ik vind het echt prachtig. En de glans is ook niet too much. Dus ja, ik vind hem echt geweldig. Een beetje ook op de neus. Dat is nou voortaan ook iets wat ik doe. Zo een beetje op de neus. Want dan is het toch mooi één geheel samen. Dan highlighter. Eentje die ik echt al maanden gebruik. Die je echt al super vaak in mijn video's ook hebt gezien. Is de Physicians Formula Butter Highlighter. In de kleur Champagne. Deze is zo mooi. Ze hebben hem in een aantal kleuren. Ik heb hem in het goud. Prachtig. Hij voelt ook zo creamy aan. Echt geweldig. Heb ik echt al heel vaak gebruikt. Kijk hoe mooi. Mensen, ik vind hem echt prachtig. Oh mijn god, kijk hoe mooi die glow is. I love it. Dan de lippen. Ik heb niet per se echt een lipstick of zoiets waarvan ik echt denk, wow, dit heb ik echt ontdekt en het is wauw. Ik heb wel een hele mooie lipcombo die ik nog niet heel lang doe, maar ik vind hem echt super mooi. En die past ook perfect met de look van vandaag. Als lippotlood gebruik ik mijn MAC lippotlood in de kleur Whirl. Dan als liquid matte lipstick gebruik ik mijn Maybelline Superstay Ink in de kleur 5. Het is een hele mooie lichte roze kleur. En ik persoonlijk hou niet van matte lippen. Dus ik heb hier mijn Jeffree Star Lip Gloss in de kleur Legends Only. Legends Only. Het is een hele mooie nude gloss. Ik heb twee glossjes van hem. Ik heb ook een andere kleur. Deze twee heb ik. En ik vind zijn glossjes echt top. Hij heeft echt hele fijne glossjes. Ze plakken niet, ze hebben gewoon genoeg pigment. Ze voelen heel zacht aan en ze brengen fijn aan. Glossjes brengen niet altijd fijn aan. Heel veel glossjes brengen gewoon niet mooi egaal aan en dat doen deze wel. Dus ik raad ze zeker aan. En als een setting spray gebruik ik er eentje van de Action. Vind ik ook echt geweldig. De Max & More Long Lasting Fixing Spray. Zo, dit was dan de hele look. Ik ben zo blij met de look. Wauw. Oh my god, ik ben zo blij met de look. Ik ben zo blij. Ik vind het echt heel erg mooi. Ik ga vandaag helaas niks meer doen. Maar ik ben al aan het bedenken of ik misschien iets kan gaan forceren of zo. Want ik ben zo blij met de look. Ik vind het zo mooi. En ook heel veel betaalbare producten. En daar hou ik ook altijd van. Nee, I love it. Ik hoop dat iedereen ook weer iets heeft gehad aan de video en het leuk vond. Let me know beneden in de comments. Like always. Ik vind het altijd heel leuk om te zien. En ja,
dit is het dan. Meer heb ik niet echt te vertellen. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video. Doeg!